Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 7 april. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteren lekker televisie gekeken. Ik heb Verslaafd gekeken. Dit was best wel een aparte aflevering. Want het was een jongen van 30 en die was zwaar verslaafd aan speed. Later bleek ook dat hij een medicatieverslaving had. En hij was dakloos eigenlijk en hij stond er eigenlijk niet echt voor open om mee te doen aan dit programma. Hij wilde in eerste instantie ook weglopen. Omdat hij dus ook dakloos was, moesten ze ook direct handelen. Dus ze hadden op een middag hadden ze dat gesprek. Toen is die moeder, is die jongen van het station gaan halen. En diezelfde dag moesten ze ook die interventie doen. Nou, hij wilde in eerste instantie weglopen. Ewout heeft hem nog wel om kunnen praten, dus uiteindelijk bleef hij nog wel. Hij ging met veel tegenzin ging niet mee. Zijn zus die was ook verslaafd geweest en die was nu 2 jaar clean. Maar hij wilde daarna eigenlijk geen enkele medewerking meer aan het programma verlenen. Dus hij wilde op een gegeven moment wel met Ewout praten. Dat wilde hij in het begin ook niet, maar dan zonder camera. Hij was ook niet bij het eindgesprek. Maar uiteindelijk bleek wel dat het heel goed met hem ging nu. Dus we hebben hem ook niet meer gezien. Dus ik vind het dan wel jammer. Ik ben altijd wel benieuwd hoe ziet iemand eruit als ze dan uiteindelijk van die troep af zijn. En nou ja, goed, dat ging niet echt door. Dus dat was wel jammer. Daarna heb ik Bo in Flora door hem gekeken. Was ook wel weer heel mooi. Toen heb ik even Uitstel van Executie afgekeken. Deze man ging er uiteindelijk toch nog met een beste schuld in. Hij moest in de schuldsanering. Alleen hij had wel een koophuis. Ik weet niet of dat mag eigenlijk. Maar hij had een flink huis daar over de grens in Duitsland. En ja, dat huis was dus verkocht, maar wel met verliezen. Maar dat was al een beetje te verwachten omdat het door de bank werd verkocht. En vaak als hun het verkopen, dan komt er soms nog wel eens winst uit. Maar dat was nu niet. Dus nou ja. Ik ben de vlog in elkaar gaan zetten, dat is ook al af. Ik heb mijn foto's bewerkt, ik moet er nog 2, maar dat bedacht ik me later toen ik de laptop al uit had. Oh, chips, ik ben er nog 2 vergeten om te doen. Maar die loopt al vanavond eventjes. Toen ben ik de laatste aflevering van The Bridge gaan kijken van seizoen 2. En ja, het was heel spannend. Het was ook echt heel onverwachts. Alleen ik blijf toch met een paar vragen achter, want je zag op het laatst, zag je dus ze hadden de vrouw gevonden die dus daadwerkelijk ook achter de hele organisatie zat. Maar je zag ook nog een man. En zij werd doodgeschoten door deze man. Maar ik weet dus niet wie deze man is. En daar heb ik dus nog steeds vragen bij. Omdat ik niet weet wie dat is. Dus dat vind ik een beetje jammer. En toen ben ik Hart tegen Hart gaan kijken. Dus dat was mijn avond. Mijn boek is ook bijna uit helaas. Ik denk dat ik hem vanavond uit ga lezen. Zo'n prachtig boek. Ik blijf de boekreview video's wel maken trouwens. Maar ik denk dat ik zelfs extra video's ga uploaden. Laat even weten of jullie dat leuk vinden. Ik wil ze sowieso wel blijven maken. Maar ik denk dat die dan als extra video op een dag, andere dag komt. Dus dat denk ik dat ik dat nu heb besloten. Ik ga eventjes, ik heb nog hele vieze handen. Want ik heb een oogpotloodje wat net uit elkaar barst. Ik moet morgen even een nieuwe kopen. Maar daardoor heb ik dus nu hele zwarte vingers. Ik had ze al wel gewassen, maar dat blijkt dus niet helemaal te werken. Dus die ga ik even schoonmaken. Dan ga ik die handwas aanzetten, want ja, dat ondergoed zit erin met al die urine van die kat. En dan ga ik hier aan de schoonmaak. Dus daar ga ik jullie bij zetten. Daarna nog even brutjeurlijk. Ik ga even de paasspulletjes opruimen en dat is verder de planning. Ik heb de was hier hangen. Veel te veel was. Als je je afvraagt, wat heb je toch aan je voeten? Nou, dat zijn deze beestjes. Mijn sloffen zijn kapot en dit is gewoon eigenlijk een soort sokje, maar dan heb ik toch een beetje warme voeten. Dus die heb ik dus aan, mocht je dat afvragen. Goed, maar te veel was dus, ja. Ik hoop dat het een beetje droogt. Ik ben er een beetje bang voor, maar we gaan het zien. Dus ik ga even wasverzachter pakken en dan mijn handen schoonmaken. En is het tijd om wat te gaan doen.
ik ben weer helemaal klaar. En het was wat weer, want ja, het voelt nooit direct helemaal schoon. Ondanks dat ik dan goed gedweld heb en goed gestofzuigd, zie ik daarna toch, nadat alles droog is, toch wel weer hier en daar wat haartjes liggen. Maar goed, dat heb je met huisdieren, dat is gewoon puur accepteren. Maar dat vind ik soms wel moeilijk. Mijn handwas is ook nog niet klaar, die zal straks wel klaar zijn. Ik hoop dat ik het nog een beetje kwijt kan, want het is hier best wel vol en met was. En ik zat echt heel erg te twijfelen, zal ik het wasrek opzetten? Maar dat heb ik nog niet gedaan, maar het kan zijn dat ik dat alsnog doe, als ik dat gewoon niet kwijt kan. Ik denk dat dat het wel wordt. Ik heb heel even gebullet journaled, maar ik vind de doodles gewoon heel erg moeilijk deze maand. Dus ik heb niet heel veel gedaan. Maar goed, het is allemaal wel weer, ja, zover is het wel weer, weer netjes. Ik ga nu verder ook niks meer doen. Ik ga eventjes lekker relaxen, want ik heb weer lichte hoofdpijn. Dan ga ik straks lekker douchen, eten, vanavond goede tijden en Chantal's Beauty Camper. Daarna weet ik het nog niet. Ik zou nog een vergrotlos kunnen terugkijken en ik heb nog een gestalkt van vorige week. Maar ik ben er gewoon nog niet helemaal uit. Ik vind het gewoon een beetje lastig, dus ik ga dat gewoon even bekijken. Ik moet nog even die twee foto's doen en dan ga ik dat ga ik even doen. Ga ik mijn artikel schrijven en dan ga ik daarna verder met de Brit seizoen 3. En vanavond heb ik weer oogappels, daar heb ik wel weer zin in. Dus dat moet ik straks nog even opnemen. Dus ja, dat wordt verder ook mijn avond niet bijzonder of zo, maar ja, gewoon wel lekker. Dus de katten hebben net ook hun eten op. Laten we net weer eentje de keuken in volgens mij, want ik hoor de deur open gaan. Dus nou ja, die zal ik er zo wel weer even weghalen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ben het wel even zat voor vandaag. Ik heb nog steeds last van mijn rug, dus ik vind het wel even mooi geweest. Ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 8 april. Ik heb het echt super koud, maar ik ben wel klaargemaakt. Ik heb het kippenvel echt op mijn arm staan. Ik heb lange mouwen aan. Dus fantastisch, maar niet heus. Ja, vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga straks boodschappen doen. Mijn coach is er om 10:50. Het is nu 10:50. Dus ik kan mooi zo nog even stofzuigen, de kattenbakken scheppen en even schoenen en zo halen. Het worden mijn uks vandaag, want ik heb het gewoon te koud. Oh. Gisteravond heb ik televisie gekeken. Ik heb dan Chantal's Beauty Camper gekeken. Was een mooie uitzending. Daarna ben ik gestalkt gaan kijken. Dat vond ik wel vrij heftig. Een mevrouw die werd gestalkt door haar eigen ex. En ze woonde ook nog in hetzelfde huis. Ja, wel in gedeeltes, maar het was een heel gedoe. Nou, hij hield er op alle mogelijke manieren in de gaten. Hij zette zelfs een trekker onder haar auto. Nou, dat vond ik wel heel heftig. Want dat heb ik nog niet eerder gezien in dit programma. Maar goed, was wel interessant. De vlog is ingepland, dus die komt straks online. Ik heb mijn artikel geschreven en dat was het ook wel. Toen ben ik de Brits gaan kijken. Ik moest heel erg wennen bij seizoen 3. Ze had nu een vrouwelijke collega. Nou, die is ook alweer vertrokken, want die stapte op een bergbom. Dus de hele been lag eraf. Maar ja, half. Dat was heel mooi gemaakt. Maar ik moest even wennen. Het is wel even wennen zonder die andere mannelijke collega, zeg maar. Maar goed, ja. Het is wat het is. En daarna heb ik oogappels gekeken en dat was weer super leuk. Daar kan ik elke week wel van genieten, dus dat was weer mooi. Ik heb nog even een spelletje gedaan en ja, nu ga ik eventjes de boel hier verder afmaken. Dan kan ik nog even een glaasje drinken, naar binnen werken en dan ga ik straks even boodschapjes doen. Het is ook altijd zo weer een week voorbij, je moet zo weer naar de supermarkt. Maar goed. Ik heb wel een lijstje gemaakt, dat vind ik altijd wel fijn. De ene keer doe ik het wel, de andere keer doe ik het niet. Maar ik heb het nu wel weer even gedaan. Dus ja, dat eigenlijk. Dus ik ga even stofzuigen. Ga ik eventjes mijn warme ux aantrekken. En dan ga ik de kant van de supermarkt op. Dus ik zie jullie dan ook gewoon weer als ik terug ben. Want ik heb nu verder toch niks meer te melden. En dan kan ik even wat doen. Zo, ik ben inmiddels alweer een tijdje thuis. Ik heb lekker een kibbelingetje gegeten. Die had ik even meegenomen naar huis. Die heb ik lekker opgegeten. We hebben even nog wat dingetjes geregeld die geregeld moesten worden. Dus lekker. Dus ik heb de groente al afgehaald. En ik ga nu eventjes de boodschappen laten zien. Ja, ik ga het gewoon even pakken. Ik ga hem even omdraaien.
Ik heb getekend met overtrekken gekocht. Twee bij de Aldi. En ik had deze vorig jaar ook gekocht. En die zijn zo fantastisch. Die van Mickey Mouse. Die vind ik echt zo fijn. Dus ik heb er weer twee meegenomen. Ze hadden weer nieuwe. Ik heb nu deze met Good Night Mickey erop. Deze hebben dan twee kanten. Dus deze heeft dan ook aan de achterkant, zeg maar, zitten ook Mickey'tjes met hartjes. Ik heb er dus nog een, maar die komt zo meteen. Ik wil dit nog uithalen. Dan heb ik boontjes. Eigenlijk een beetje de standaard dingen. Ik heb twee bakken met spekreepjes, want deze waren extra volume. Die heb ik bij de Aldi meegenomen. Die waren 2,69 voor 380 gram. Dus dat was echt een koop. Dus ik denk, neem gelijk twee mee, want die hebben vaak best wel een lange houdbaarheidsdatum. Ik zie het eigenlijk zo niet terug, maar nou ja, vaak hebben ze best wel een lange datum. Ik heb er even zo'n lekker schnitzeltje meegenomen voor zondag. Dan heb ik Pledge gekocht en dit is heel fijn voor je meubels. En ik wil deze voor de tafel gaan gebruiken om deze mooi op te boenen. Dus die heb ik ook even meegenomen. Voor vanavond heb ik dan de taartjes. Dan heb ik hier een zakje met patat. Ik heb hier nog een dingetje met citroensap voor de schnitzel. Dat gebruik ik altijd. Ik heb een zakje met gehakt kruiden. De aardappelschijfjes zijn weer meegegaan. En ook rostirontjes. Dat zijn die. Dan ga ik even de andere tas pakken. Dan kan ik het zo nog even opruimen. En daar zit een andere dek met overtrek in. En dat is deze. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Dus deze heeft ook twee kanten. Dus ook super leuk. Heel blij mee. Alweer. Dan heb ik weer even de runderlappen meegenomen. Of de riplappen. Die waren in de aanbieding bij de Lidl. Die ga ik in de vriezer doen. Die ga ik nu nog niet eten. Er gaat hier wat om. Oh, mijn afstandsbediening van mijn Apple TV gaat er vandoor. Dus die zijn gewoon weer lekker. Dan heb ik hier nog een pakje gehakt. Dan is de olifant meegekomen deze keer. Dit is Olivia Olifant. Squeeze me. En deze heeft ook een staart. Dus ik denk dat Lente dat heel leuk vindt. Dus die heb ik. Dan heb ik hier haricot vers. Vlaamse frieten. En dat was het. Ik was ook even bij de trekpleister, moet ik zeggen. Daar heb ik weer even kuppensoep gehaald. Bij het kruidvat heb ik deodorant. Deze van Zwitser. Die was nu voor een probeerprijsje. Deze was nu voor €1,99. Daar was ik al heel erg lang benieuwd naar. Dus die leek me gewoon heel erg lekker. Ik weet niet of ik hem al kan ruiken. Ja, ik ruik hem al. Hij heeft echt zo'n lekker Zwitser geurtje. Ik hou er wel van. En wat had ik nog meer bij het kruidvat gehaald? Even kijken hoor, waar die is. Oh ja, weer even zo'n body butter. Ik heb helaas niet de geur die ik altijd had. Dit is honey met cacao butter. Maar dit was de geur die me het meest aansprak. Ik ga dit even opruimen. Ik ga even mijn Apple TV afstandsbediening pakken. En dan kunnen we hem zo eten. En dan is de dag eigenlijk al wel weer om. Nou ja, de dag nog niet. Maar de middag in ieder geval. Dus ik ga even opruimen. En dan zie ik jullie zo meteen nog even. Zo, alles is opgeruimd. Tenminste, wat naar boven kon, is naar boven gegaan. De riplappen liggen al in de vriezer. Dus ja. Lekker. Het bijzondere van vandaag was, ik kwam natuurlijk binnen met mijn kibbelingetje. En hun vinden dat natuurlijk heel lekker ruiken. Alleen ik ga hun dat niet geven, want het is vet, het is gekruid, het is gewoon niet goed voor ze. Dus ik had zoiets, jullie krijgen een snoepje. Ik heb van de Aldi heb ik van die kipstrips. En Tijgertje die houdt daar niet van. Die wilde ze eigenlijk vanaf het begin af aan niet eten. Dus ik pak voor haar gewoon een bakje met snoepjes. Dus zij heeft een snoepje en die anderen krijgen een kipstrip. Toen legde ik een kipstripje neer. Toen ging Tijgers ook ineens kipstrips eten. Ze eet ze nu ineens wel. Heel raar. Waarom eet jij nu wel kipstrips? En wilde je ze eerder niet? Dacht ik. Maar ik denk, nou ja, oké. Okay, het zal wel. Apart. Bijzonder. Maar oké. Okay, het is goed. Dus nu lust ze ook ineens kipstrips. Nou, het zal wel. Ik ga straks even deze nagellak verwijderen. Want kijk, het is heel lelijk geworden. Heel veel beschadigingen. Deze is nog erger. Dit gaat er lekker af. Daar kan ik niet tegen. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten maken. Ik hoef niet zo heel veel te eten, omdat ik altijd een beetje een grote pak kibbeling ga noemen. Maar ja, ik eet het ook bijna nooit. Dus dat ga ik wel eventjes doen. Vanavond is het weer goede tijden. Chateau Meiland, daar heb ik wel weer zin in.
nabijmeester Frank Visser. Dus even kijken wat voor ellende daar weer speelt. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Misschien wat aan een video van morgen doen. En dan ga ik... Wat ga ik dan doen? De bridge kijken. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat nu verder gaat. Omdat er nu weer een nieuwe partner komt. Maar ik vertrouw hem ook niet helemaal. En dan ga ik daarna nog even Zonnestad kijken. Dus dat wordt verder mijn avond. Vandaag natuurlijk ook weinig gevlogd. Maar dat had ik al een beetje verteld. Ik was wel heel vroeg op tijd. Of vroeg thuis. Maar ik moest dus wat dingen nog doen. En nou ja. Dit waren ook niet echt dingen waar ik de camera bij kon pakken. Maar goed. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. En dan zou ik bij deze in ieder geval zeggen. Tot morgen. Oh ja, trouwens, ik zeg wel tot morgen, maar ik wilde jullie eigenlijk nog vertellen het nieuws wat ik net las, wat ik best wel heftig vond. Een van de trouwambtenaren van Married at First Sight is overleden, de man Walter. Ik las net het bericht, ik dacht, hé? Hij was pas 49 en hij is dus overleden. En hij is wel een heel bekend gezicht als je Married at First Sight kijkt. Dus ik was wel een beetje geschokt dat hij was overleden. Ik dacht echt van, nou jeetje, wat heftig. Is trouwens niet bekendgemaakt waaraan hij is overleden. Dus dat weten we niet. Dat maakt ook niet uit. Moeten ze ook lekker voor zichzelf houden dan. Maar ik schrok er wel van. En ik wilde dit resultaat nog even met jullie delen. Want hier ben ik heel erg blij mee. De 360 abonnees. Goed, nu ga ik echt lekker relaxen. Dus nu ga ik jullie echt morgen zien. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 9 april. Ik ben klaargemaakt en ik heb mijn nagellak verwijderd. Je ziet hier en daar nog wat randjes. Die ga ik er even afveilen van het weekend. Maar het is toch wel weer lekker omdat het al heel erg lelijk was geworden. Ik las straks het bericht dat Prins Philip was overleden. Van Engeland natuurlijk, de man van Queen Elizabeth. 99 geworden. Ik vind het ook een flinke leeftijd. Ik heb nog niet gelezen waaraan hij is overleden, maar dat ga ik... Ik denk vandaag ergens nog wel horen op het nieuws, want dit zal wel groot uitgemeten worden. Ik wist wel dat hij ook corona heeft gehad, dat zijn gezondheid niet heel stabiel was. Er is ook veel commotie over geweest toen Meghan en Harry dat interview hebben gegeven bij Oprah. Dat mensen zeiden van ja, je opa ligt heel slecht en dan ga je de vuile was een beetje buiten hangen. Maar hij is dus nu overleden, maar ik vind het een flinke leeftijd hoor, 99. En in Engeland gaat het sowieso anders natuurlijk, want volgens mij, ik denk niet dat Queen Elizabeth de troon gaat verlaten voordat zij overlijdt. Ik heb echt het idee dat zij zal blijven zitten totdat ze gewoon echt of overlijdt of misschien dement wordt. En dat Charles dan een keertje kan aantreden, maar dan is hij ook al flink oud. Dus ja, het is sowieso wel een heel bijzonder koningshuis daar. Gisteravond heb ik lekker naar de Meilandjes gekeken. Was wel weer heel erg leuk. Ik heb wel weer gelachen. Daarna meester Frank Visser. Ja, ik vond het een beetje ellendig. Het ging weer over plantjes en coniferen en weer een erfgrens en weet ik veel wat allemaal. Ik vond het allemaal een beetje onzin. Ik dacht, waarom moet je daar een rechter voor hebben? Maar oké. Okay. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik ben al een klein stukje begonnen met de video. Ik had ook nog wat nieuwe boeken op mijn e-reader gezet. Want mijn boek was gisteravond uit. Heel jammer. Maar ja, ik heb ervan genoten. Dus ik ben ook al een stukje begonnen in een nieuw boek. Ik heb de bridge lekker gekeken. Ik moet nog steeds een beetje wennen. Maar ik kom er nu wel wat meer in. Hele aparte zaak ook hebben ze dit seizoen. En daarna weer lekker Zonnestad, dus dat was ook mijn avond. Ik had gisteravond niet heel veel trek in avondeten, want ik had natuurlijk al vis op en dat vult bij mij al best wel. Dus ja, ik heb wel gegeten, maar het was niet superveel, maar het was prima. Ja, vandaag op de planning. Ik wil eigenlijk eventjes mijn wasmachine even leegdraaien met het spul wat ik een paar weken geleden bij de Aldi heb gekocht. Dan kan die eventjes leegdraaien, want ik heb ook heel veel kalk in mijn water. Dat zie je bij mij ook heel erg op de drinkbakjes van de katten. Toen zei mijn coach gisteren, als je die in azijn zet, dan trekt dat kalk weg. Nou weet ik niet of ik nog azijn heb, dus daar moet ik even naar kijken. Ik heb wel schoonmaakazijn, maar ik denk dat zij normaal azijn bedoelde. Dus dat wil ik dan wel even proberen, want ik ben er dus achter gekomen dat ik hier heel hard water heb. Dus dat. En ik ga even strijken. Want ik heb een paar dingen liggen voor de strijk. Ik ben iemand die laat de strijk niet heel erg oplopen tot een stapel van hier tot Tokio. Maar een paar dingen, dat wil ik dan wel strijken. En ik ben ook niet iemand die voor één blouseje bijvoorbeeld de strijkmout aanzet. Dus dat wil ik even doen. Daarna ga ik nog even lekker bullet journalen. Dus ja, ik ga daar eventjes naar kijken. Ik ga zo eerst even stofzuigen. Ik moet ook eventjes weer naast mijn nachtkastje stofzuigen. Want dan zag ik weer wat stof liggen.
Dus daar ga ik maar eventjes mee beginnen. En dan zet ik jullie bij het strijken er wel even bij. Dus dan hoop ik van het weekend eventjes die, in ieder geval de winterkledingkast er eventjes netjes te ordenen. Een beetje op te ruimen. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de planning. Dus ik ga nu eerst even wat doen en dan ga ik jullie even meenemen. Dan ga ik even kijken hoe dat zakje in zijn werk gaat, want dat weet ik nog niet. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar voor de wasmachine. Dit is dus die waterbak waar ik het over had. En ik heb dus azijn gevonden. Dus ik ga deze even in de azijn zetten. In de hoop dat die een beetje schoon wordt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus dat ga ik in ieder geval even doen. We hebben nu schone bakjes met water. Dus kan ik deze eventjes in de azijn zetten. Ik heb de wasmachine nu trouwens draaien met dit spul. Hier zit een zakje in. Het is voor twee keer. Hier heb je een doekje. Daar kan je de hele machine mee schoonmaken. En dan dit zakje gooi je zeg maar in de machine en dan draai je op 60 graden en dan heb je weer een hele frisse machine. Dus die is nu bezig, dus ik ben heel benieuwd. En zo ziet het bakje er nu uit met de azijn. Je ziet eigenlijk de meeste witte plekken zijn weg, dus ik ga hem straks even heel goed afwassen. Maar je ziet dus wel dat het werkt. Zo, de katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb nog even lekker gebullet journaled. Ik ben heel blij dat de strijk af is. Ik heb het boven nog niet opgeruimd, want daar kwam ik eventjes... Ja, dat wil ik echt morgen even gaan doen. Dan wil ik echt even een flinke slag gaan maken. Maar in ieder geval, de strijk is weer netjes. Zoals je al zag, het was niet heel veel, maar het was prima. Ik hoop eigenlijk vanavond deze was hier nog even op te ruimen. Want ja, ik hoop dat die droog is. Dus dat zou wel fijn zijn. Ik had trouwens gisteravond ook nog naar Ajax gekeken. Maar dat was niet echt een hele fantastische wedstrijd. Ze stonden eigenlijk wel voor, maar uiteindelijk hebben ze met 2-1 verloren. En ik vond Ajax ook niet super top spelen. Dus ja, ik heb het wel gekeken, maar ik was niet heel happy of zo. En ik kreeg trouwens van een van jullie nog een hele leuke tip. Of ik de boodschappen wilde laten zien als ik de camera neerzette, zodat het wat minder rommelig oogde. Ik heb daar gisteren ook over nagedacht of ik het zo kon doen, maar ik zag toen even geen mogelijkheid. Maar nou ga ik vanaf volgende week ga ik dat wel doen. Dus de aankomende deze week vlog zul je nog wel even zien dat ik ze rommelig laat zien. Dan ga ik het vanaf volgende week filmen dat ik de camera neerzet. Want ik zat er inderdaad ook over na te denken. Maar ik vind het altijd wel leuk als jullie ook met tips komen. Dus dat vond ik wel super leuk. Dus dat was een hele goeie. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond weet ik eigenlijk nog niet echt wat ik op tv ga kijken. Sowieso wel Red Light. Maar daarvoor weet ik het nog niet. Want ik heb ook eigenlijk niet echt heel veel meer om terug te kijken. Ja, ik heb ook nog wel een God van God los. Maar eigenlijk wil ik die morgenavond kijken. Omdat ik eigenlijk niks meer heb, zeg maar. Dus waarschijnlijk wordt het even Videoland afstruinen of zo. Dus dat ga ik eventjes doen. Dat zou ik op zich wel kunnen doen. Misschien dat ik eventjes een Videoland serietje ga aanzetten.
Ga even over nadenken. Ik ga sowieso de video in elkaar zetten en mijn artikeltje schrijven. Dan ga ik daarna lekker weer de bridge kijken. En ik ga sowieso verder met Zonnestad. Dus dat wordt het ook eigenlijk niet heel veel spectaculairs. Maar wel lekker. Ik heb op zich wel een voldaan gevoel. Ik heb ook nog eventjes bij het nachtkastje gestofzogen van de slaapkamer. En even de douche vooraan. Er zit ook altijd liggen al snel weer kattenharen. Dus dat is allemaal weer lekker schoon. Dus ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik heb nu verder toch niks meer te melden. Dan ga ik even lekker relaxen met mijn vriendelijke vriendjes. En dan zou ik bij deze gewoon zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 10 april. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo even stofzuigen en de kattenbakken doen. En daarna wil ik eventjes mijn kledingkast boven eventjes de winterkant even uitruimen. En die eventjes dat allemaal weer netjes terughangen, want het hangt weer helemaal door elkaar heen. En dan doe ik gewoon kast voor kast, want anders dan werkt het toch niet bij mij. Dus dat wil ik sowieso eventjes doen. En ik ga even de kwasten wassen, dus daar zal ik jullie dan even bij zetten. En dan ga ik nog even bullet journalen, dus dat is de planning, niet heel spannend. Gisteravond heb ik maar eventjes een Van God los nog gekeken, die ik op had genomen. De laatste. Ja, er was verder gewoon heel weinig. En daarna heb ik Red Light gekeken, dat was wel weer mooi. De video in elkaar gezet. Artikel geschreven en toen ben ik weer de bridge gaan kijken, was er heel spannend. En daarna weer Zonnestad, dus dat was verder ook mijn avond. Ja, er is eigenlijk ook heel weinig gebeurd in de tijd dat ik jullie niet heb gezien, want ja, er gebeurt nou eenmaal weinig. Dus ja, dat was het ook eigenlijk. Ik heb verder niet zo heel veel te melden op deze zaterdag. Ik weet het niet wat het is. Maar ja, ik ga denk ik gewoon nu eerst maar even stofzuigen. Ik zie ook dat, dat ze hebben gespuugd, dus dat moet ik even opruimen. En dan ga ik eerst maar even aan die kledingkast beginnen. En ga ik daarna even de kwasten wassen en dan zet ik jullie dan gewoon even bij. Is wel klaar, de kwasten zijn klaar. Maar er is iets gebeurd wat ik niet zo leuk vind. Ik had dit dingetje naar beneden gehaald, omdat ik hoopte dat het DS-kaartje erin paste. Nou, hij zit erin, maar niet hoe het moest. Dus hij zit nu in dit apparaatje en ik weet niet of ik hem er ooit nog uit ga krijgen. Dus daar ga ik nog even mee prutsen, want dit is echt niet leuk. Het zit er gewoon echt helemaal ingedrukt. En ja, dit was niet echt een hele slimme actie, maar ik wist niet dat hij er doorheen zou vallen. En ik heb gewoon niks anders om hem uit te kunnen lezen, dus nou ja, dat was wel eventjes weer het minpunt van deze middag dan. Ik heb nog wel even lekker gebullet journal. Mijn kast is in ieder geval, ja, netjes, nee, het is gewoon een rotkast eigenlijk. Het hangt in ieder geval wel weer geordend, maar ik ben nog steeds niet tevreden, maar ik kan er niet zo heel veel mee. Dat is het jammere. Dus ja, dat is het eigenlijk een beetje. Ik ga nog even lekker relaxen en ik hoop dit ding eventjes eruit krijgen.
ga ik daarna eventjes douchen en dan straks eten. En vanavond weet ik het eigenlijk nog niet wat ik ga kijken, want er is niks op tv wat ik leuk vind. Dus misschien dat ik Videoland even ga afstruinen voor een film of zo. Ik heb echt nog geen idee. Ik wil sowieso wel weer een begin maken met de vlog. En ik ga wel weer naar de beach kijken en ook naar Zonnestad. En dat is het ook. Dus ja, eigenlijk weinig spannends. Maar ik voel me nu gewoon even zwaar rot. Omdat die ding erin zit en ik hem eruit wil hebben. Ja, en dan waarschijnlijk moet ik hem helemaal slopen. Ja, en dat vind ik ook niet fantastisch. Want ik vind dit ding wel heel handig. Maar ik moet gewoon even gaan kijken, denk ik, met een... Met de zaklamp of ik hem dan kan zien. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. En ik ben nu ook eventjes niet echt heel erg blij. Dus ik ben ook niet echt het leukste vloggezelschap wat je kan hebben. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag deze zondag. Het is 11 april. En laat ik beginnen met het feit dat ik blij ben. Want mijn kaartje is eruit. Ik had natuurlijk gisteren verteld dat het kaartje vast zat. Nou, uiteindelijk na heel veel gepruts heb ik hem eruit gekregen. Ik heb het geprobeerd met een naaldje met plakband, lukte niet. Een klein vorkje aan de achterkant met plakband, lukte niet. Uiteindelijk heb ik een heel lang stukje plakband erin laten glijden. Toen had ik hem de eerste keer bijna. Toen dacht ik, nou, dat moet ik nog een keer proberen. En toen de tweede keer, toen plakte hij vast. En toen zat hij dus echt goed aan het plakbandje geplakt. En toen kwam hij eruit. Dus daar was ik heel blij mee. Maar nu moet ik nog wel even op zoek naar een goed lezertje, zodat ik... En in ieder geval even uit kan lezen. Maar in ieder geval, hij is er weer uit. Daar was ik wel blij mee. Gisteravond ben ik nog best wel productief geweest. Ik heb de was eraf gehaald. Er hangt alleen nog wat ondergoed dat er even af moet en wat sokken. Dat heb ik ook opgevouwen. Dat heb ik nog niet in de kast gelegd hoor. Ik heb mijn ondergoedlijf opgeruimd. Want dat was ook weer een bende. En ik heb een film gekeken op Videoland. En dan moet ik even opzoeken welke film dat was. Even kijken hoor. Even op Wikipedia kijken, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Voor elkaar gemaakt heette die en die vond ik er wel leuk uitzien. Ik kende hem niet. Maar het was wel een hele grappige film. Het ging over een jongen die is op een gegeven moment, ja, zijn broer kwam in huis wonen en die had een beest. En dat dier dat hield heel erg van honing. En toen was hij dus, hij had een one night stand, toen zijn ze met honing aan de gang gegaan. Toen kreeg die dame in kwestie kreeg een telefoontje. En dat beest liep los rond. Dus dat beest dat had dus zijn hele zaakje daar beneden aangevreten. Waardoor hij dus onvruchtbaar was geworden. Maar daarvoor had hij samen met die broer, want ze hadden ook geen geld, waren ze als zaaddonor naar zo'n kliniek gegaan en hadden ze dus gedoneerd. En toen dachten ze dus uiteindelijk, was er dus iemand, toen wilde hij eigenlijk zijn zaad terug. Omdat dat dus het enige nog was wat... Ja, waardoor hij eventueel nog kinderen zou kunnen krijgen. Maar ja, dat kon niet, want het was al vergeven. Uiteindelijk bleek dat helemaal niet vergeven te zijn. Maar er was dus wel iemand zwanger geworden. En daar werd hij dus wel verliefd op. Dus uiteindelijk kwamen die bij elkaar. Het was wel een hele grappige film. Was wel leuk om zo even te kijken. Dus ja, Videoland heeft best wel leuke Nederlandse films. En ik ben toch wel van de Nederlandse films. Dus het was wel, ja, was wel gewoon een leuke film. Was wel een leuk tijdsverdrijf om even naar te kijken. Ik heb mijn vlog al tot gisteren klaar. Ik heb weer de bridge gekeken. Super spannend. Ik ben echt heel erg benieuwd wie dit keer alles op zijn geweten heeft. En ik heb Zonnestad gekeken. Dat was ook wel een hele spannende uitzending. Dus wat dat betreft was het wel een chille avond. En ik was natuurlijk onwijs blij dat mijn kaartje los was. Vandaag heb ik niet heel veel op de planning. Ik ga gewoon zo even de standaard dingetjes doen in huis. Ik wil even de groenten doen en het vlees alvast. En ik wil even op zoek naar een kaartje. Na de zaal zes heb je geen oud kaartje of zo van de camera. Maar dat zijn geen kaartjes waar zeg maar zo'n klein kaartje in kan. En die moet ik hebben. Of een oude telefoon, zegt ze mij. Nee, ik kan die vinden. En normaal gesproken, als je een telefoon hebt waar ook een kaartje in kan, dan heb je zo'n leeg
Ja, leeg kaartje waar je dan het kleine kaartje in kan schuiven. Maar in de iPhone kan geen kaartje. Dus ik heb nooit van die kaartjes. Dus ik moet even gaan kijken of ik nog iets heb ergens liggen. En ik ga even de foto's maken. Dus ik zal je straks even laten zien wat ik ga fotograferen. En dat is het ook. Ik ga nu eerst eventjes hier wat doen. En dan ga ik eventjes een beetje hier rommelen. Want ja, de tijd hier gaat alweer hard. Dus ja, ik ga dat eventjes doen. Nou, ik heb wat spullen naar beneden gehaald. Ik heb hier allereerst een Lashes to Kill Sexy Volume Mascara van Catrice. Dan heb ik hier een getinte beauty cream van Essence van Hello Good Stuff. En dan heb ik twee, volgens mij zijn dit lippenbalsems. Als ik het goed heb. Ja, zie, maar die gaan dus aanpassen aan je lippen. Qua kleur. Dus dit zijn, deze zijn van Lottie Londen. Dus dit ga ik even fotograferen. Ik was even bezig met het kaartje, want ik heb de oplossing gevonden. Kijk, ik had een kaartje van mijn camera, van mijn spiegelreflex. Daar kon die dus wel in. Alleen het spel werkt niet. Dus daar moet ik nog even naar gaan kijken. Maar in ieder geval, dit ga ik nu even fotograferen. Ik zie dat ik een extra eyeliner heb meegenomen. Die kan terug de kast in. Dus dan ga ik hier even foto's van maken. Zo, alles is weer opgeruimd. Ik heb echt onwijs last van mijn rug. Maar dat had ik al een beetje met de sporten. Ik heb de DS maar even op de oplader gelegd. Want dat ding was natuurlijk hartstikke leeg. En ja, het is nog niet gelukt met het spel. Maar daar ga ik nog wel even naar kijken. Er zit echt iets goed vast in mijn rug. Ja, de foto's gingen op zich wel oké. Ik heb al geïmporteerd, dus wat dat betreft is dat wel lekker. Katten hebben net hun eten gehad. Ik heb net even de zender opgezocht, want Ajax speelt zometeen. Die moet tegen Waalwijk. Dus ik denk dat we wel gaan winnen. Maar het is gelukkig niet op tv, dus hoef ik niet met zo'n ellendige stream te vieren. Dan ga ik zo even lekker relaxen. Dus straks douchen en eten. En dan vanavond heb je deze quizzes voor jou. Dat vind ik altijd ook wel leuk. Dus dat ga ik wel kijken. En wie van de drie? Wow. Dus dat ga ik dan gewoon kijken. En ja, ik ga even foto's bewerken. En vanavond heb ik weer de bridge. En ga ik weer even verder met hart tegen hart. Dus dat wordt verder ook de avond. Niet heel bijzonder, maar... Ik vind het altijd wel lekker, even zo'n lekker dagje. Weet je, de groenten is lekker allemaal klaar en het vlees klaar. Ik heb nu die handwas erin zitten. Ik vond namelijk gisteren tijdens het opruimen van mijn ondergoedla nog een bakje met ondergoed. Waar dus ook kattenurine in zat. Dus dat heb ik er ook in zitten. Mijn nieuwe dekbedovertrek zit erin. Dus dat wordt nu allemaal lekker fris. Dan kan ik die ook vrijdag gaan gebruiken als ik mijn bed ga opmaken. Dus die zal straks wel klaar zijn. Dus ja, dat is wel lekker. Dus ik ga nu even lekker relaxen en klaarzitten voor Ajax. En dan zou ik bij deze gewoon zeggen, ik zie jullie morgen weer. Oh ja, en wat we niet moeten vergeten vanavond zijn deze nagels. Want die moeten echt eventjes weer netjes gemaakt worden. Dus dat ga ik ook nog eventjes doen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is alweer 12 april en ik ben klaargemaakt. En ik heb weer verse nagellak op. Ik zal het kleurtje er even bij pakken. Dat ben ik helemaal vergeten te doen. Het is een heel spannend kleurtje. Ik had zin in paars. En ik ben een beetje in mijn bak gaan kijken. En het is dit kleurtje van This Is Me. En deze heeft de naam 8 Strong. Dus die heb ik opgedaan. Dus daar ben ik wel weer blij mee. Er is natuurlijk gisteren al naar buiten gekomen dat de horeca toch niet open zou gaan. Er was naar buiten gekomen dat de horeca open zou gaan. Oh, geef je mij kusjes, muis. Lief hoor. Nou ja, toen had ik wel een beetje mijn bedenkingen. Natuurlijk is het voor de horeca mensen super fijn als het kan. Maar ik dacht, ja, Koningsdag komt eraan. En ik denk dat iedereen wel een beetje weet hoe dat in zijn werk gaat. Mensen gaan naar een cafeetje toe, ze gaan drinken. Vaak ook iets te veel drinken. Ik dacht, ja, op een gegeven moment zal er geen afstand meer zijn. Ik vond hem nogal gewaagd. Toen is er dus toch naar buiten gekomen dat dat niet gaat gebeuren. Dus er zullen wel weer heel veel grappen worden gemaakt. Rutte is weer vergeten wat hij heeft gezegd of wat dan ook. Ik kreeg van het weekend ook twee filmpjes. Ja, ik kon daar heel erg om lachen. Eentje, dat was het Rutte-journaal. Dat was geïnspireerd op het Sinterklaasjournaal. Een ander filmpje, dat was een soort... Ja...
Hun noemden het Temptation, maar ik vond het meer Adam zoekt Eva. En ja, het was wel gewoon heel hilarisch om naar te kijken. Dus dat. Ik heb gisteravond deze quizjes voor jou gespeeld. En het was wel heel erg leuk. Het was even tijdsverdrijf. Maar ik vind het toch altijd een stuk moeilijker als weet ik veel. Want weet ik veel heb je eigenlijk alleen maar gesloten vragen, zeg maar, met meer keuze. En bij deze quizjes voor jou zitten ook open vragen. Dat je soms maar wat intoetst omdat je het gewoon echt niet weet. Maar het was wel leuk om te spelen. Was ook een goed doel waarvoor ze speelden trouwens. Dus ja. Daarna heb ik Wie van de Drie gekeken. Ik heb dus mijn nagels gelakt. En ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb ook even naar de bridge weer gekeken. En Hart tegen Hart. En daar heb ik nu nog één aflevering van. En dan ga ik weer op zoek naar iets anders. En dan heb je wel de luxe dat je zowel Netflix als Videoland heb. En kijk, en ik heb dan het geluk dat ik het van familie kan gebruiken. Dus het kost mij ook nog eens niks. Dus nog ja. Vandaag op de planning. Ik ga zo een video opnemen. Het is toch weer een beetje bewolkt. Ik weet niet zo goed. Ik weet niet eens hoeveel graden het is eigenlijk. Ik zal eens even kijken. 7 graden geeft hij aan. Dus nou ja, goed. Het zit wel een donker luchtje, dus de kans dat er een buitje gaat vallen is aanwezig. En daarna ga ik even bullet journalen, dus dat is eventjes de planning, niet heel veel bijzonders. Maar ik had gisteravond mijn dek met overtrek opgehangen. Ik zal hem vrijdag nog even in de, ik zal hem nog even laten zien als hij echt op mijn bed ligt. Maar dan loop ik langs dat dek met overtrek heen en dan ruikt het zo lekker naar je wasverzachter. En daar kan ik dan al zo blij van worden, dat er gewoon zo'n lekker geurtje van afkomt. Ja, ik vind het echt heerlijk, dus ja, leuk. En lekker trouwens. Ik ga nu eventjes hier mijn standaard dingetje doen. En dan ga ik een video opnemen. En dan zet ik jullie bij het bullet journal er eventjes bij. Zo, ik heb net een video opgenomen. Die staat er ook al op. Ging eigenlijk vrij vlot. Dus ik ruim nu even alles op. Zodat dat in ieder geval weer even terug in het mandje kan. Ga ik zo even wat drinken. Want ik heb nu een getinte lippenbalsem op. Maar ik heb het idee dat ik een hele rare smaak in mijn mond heb. En ik heb ook gewoon een beetje een droge mond, dus ik moet zo ook gewoon eventjes wat gaan drinken. Maar in ieder geval eerst zitten eventjes opruimen, dan is dat klaar. Dan kan ik zo nog even bullet journalen. Verder heb ik ook niet heel veel meer te doen, want ja, wassen kan ik morgen hopelijk wel weer. Maar het ligt eraan of die was droog is. Dus nou ja, ik ga dit eventjes opruimen en dan ga ik even bullet journalen. Gisteren ook nog naar Ajax gekeken. Dat was ik vergeten te vertellen. We hebben gelukkig gewonnen. Dus we hebben weer 3 punten in de pocket. Was niet een hele spannende wedstrijd. Want we hebben maar 1 doelpunt gescoord. Maar we hebben wel gewonnen. En dat scheelt weer. Dus nu ga ik echt even wat doen. Zo. Katjes hebben net eten gehad. Ik heb het echt ijskoud.
Ik heb nog steeds heel erg last van mijn rug. Het zit hier bovenin. Ja, en ik kan zelf een beetje kneden, maar dat is natuurlijk niet echt fantastisch. Dus ik hoop elke keer gewoon met douchen dat als die warme straal erop gaat, dat het iets doet. Maar het is nog steeds niet fantastisch. Ik heb nog steeds heel erg veel last van. Ik had er gisteravond ook heel erg veel last van. Dat ik op een gegeven moment gewoon echt een paar keer moet gaan zitten omdat ik zoveel pijn heb. Dus ja, ik hoop eigenlijk wel dat het er even uittrekt. Want het is ook met sporten niet echt heel erg fijn. Ik heb net de Rossi rondjes uit de vriezer gehaald. Want die ga ik straks eten. En nou, wel even lekker bezig geweest met bullet journalen. Dus nou, het was wel eventjes lekker. Een beetje ontspanning. Maar ja, ik weet niet. Ik merk op een of andere manier zit ik gewoon even niet zo lekker in mijn vel. Ik weet niet zo goed wat het is. Die rug komt boven niet echt verder. Ik heb een beetje last van een loopneus steeds. Dus ja, wat dat betreft. Het is gewoon even, ja. Zo niet dat ik zeg van, nou, ik voel me echt fantastisch in mijn vel. Nee, dat gewoon eventjes niet. Maar goed. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Vanavond heb je lekker weer goede tijd. Dat vind ik altijd wel weer leuk. Want ik mis dat nog steeds wel op de vrijdag. En helemaal omdat je nu ook weer in een tijd belandt dat er zeg maar, ja, minder programma's op televisie komen. Dat, ja, de programma's die er zijn. Maar ja, je gaat natuurlijk naar die zomertijd toe. En dan is de tv over het algemeen best wel saai. Ik ga sowieso uitstel van executie kijken. En lekker de meilunch. En ik heb al een voorstukje gezien. En volgens mij wordt het weer heel erg lollig. Dan ga ik mijn artikel schrijven. Ik had ook een nieuw persbericht binnen. Ik heb nu al een persbericht gepland staan voor morgen. Maar die zou dan voor volgende week kunnen. Misschien daar nog wat aan doen. En ik ga verder met de bridge. En daar ben ik wel weer heel erg benieuwd naar. Want dat is echt super spannend. En ik heb de laatste hart tegen hart. En ik ga straks nog even video bellen met mijn moeder en met Lente. Want ja, ik mis het wel dat ik Lente echt weinig zie. En ik snap het helemaal. Het is, ja, het is gewoon wat het is. Maar af en toe mis ik het wel. Dan hoor ik die leuke verhalen. Dan denk ik, oh, je bent ook zo schattig. Het is leuk dat ik er straks even kan zien via video bellen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Om even relaxen, even die rug een beetje rust geven. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is alweer 13 april en ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond even heerlijk met Lente en mijn moeder gebeld. Zo schattig, want ze komt elke keer, als je tegen haar praat, ze krijgt gewoon een hele smile op haar gezicht. Ze is dan helemaal blij, dan komt ze helemaal dicht naar de camera toe. En ik wil dan heel graag geloven dat ze mij een kusje wil geven. Wat het daadwerkelijk is, dat weet ik natuurlijk niet. Want het, ja, kom maar. Het kan ook zomaar zijn dat ze gewoon de telefoon in de mond wil stoppen. Maar ze zit continu op de achterkant te kijken. Want ze denkt dat ik op de achterkant zit. Ja, daar ben ik niet. Ik ben wel op de voorkant. En dan gaat dat flapje van het hoesje komt weer in beeld. En nou, het was gewoon heel schattig. Als je al een rotdag hebt, dan word je wel blij als je Lente ziet. Dus het is echt zo'n blij kindje. Dat was echt super leuk. Ik heb ook wel lekker gegeten. Kom maar, Mickey. Ja, ik ga zo je bak doen, hè? Daarna ben ik uitstel van executie gaan kijken. Dat was wel heel heftig. Deze mevrouw was aangedragen ook door de makelaar. En zij was eigenlijk ziek. Zij had nu gewoon een eengezinswoning. Maar zij moest eigenlijk een zorgwoning hebben waar alles gelijk vloers was. Want ja, zij kon eigenlijk niet meer echt goed de trap op en zo. Maar ja, zij had een koopwoning en ze kon daar wel urgentie voor krijgen. Maar dat werd dan pas weer afgegeven als zij haar huis had verkocht. Maar dan zat je weer met het feit dat die zo'n woning wat zij nodig had, die zijn heel schaars, zei die makelaar. Dus je moet wel zien dat zij niet op straat komt te staan. Dus het was allemaal heel, ja, heel heftig. Ik heb het nog niet afgekeken, dat doe ik vanavond eventjes. Daarna de meilandjes en ja hoor, ik kon mij weer bij elkaar vegen. Martini had een nieuwe auto gekocht en die werd nu aangeleverd. En er zat dus ook muziek. Ja, er zit natuurlijk altijd muziek in, maar er kon ook Spotify in. Dus die man die auto kwam brengen, die auto had verkocht, die kwam dat even demonstreren. En er kwam al Anita Meijer met Why Tell Me Why uit en het Chateau Meiland deuntje. En dat vond hij helemaal leuk. Dus Martini zit op een gegeven moment zit hij dus voor die camera te praten van ja, ik heb ook nog nooit een auto gehad met Spotify en allemaal luxe en zo. En ja, zegt Erika, maar dan moet je een abonnement opnemen op Spotify. Abonnement, zegt hij. Ja, zegt ze, dat is 10 euro in de maand. Oh nee, dat doe ik niet. Dat vind ik te duur.
En dan ga ik al helemaal stuk, want dan denk ik, god, je koopt een hele dure auto. Ik heb gehoord dat je je huis, je nieuwe huis, contant hebt afgerekend. Maar 10 euro voor Spotify, dat vind je dan te duur. Kijk, ik zou het zelf ook niet doen hoor, Spotify. Ik gebruik Spotify, de gratis versie bij het sporten. Maar dat komt puur omdat mijn iPod niet kan aansluiten op mijn draadloze oortjes. Omdat mijn iPod gewoon te oud is. Dus ik wil heel graag een keer een andere. Alleen, ik moet eventjes kijken. Want die kun je niet meer gewoon zomaar kopen. Volgens mij alleen nog maar bij een Apple Store. En ik moet ook zeggen, het is met die reclame ook wel drama. Je kunt ook niet alles overslaan. En dan had ik de laatste tijd, of ik heb elke keer van die corona reclames er tussendoor. Of dan is er eens een reclame van de Pepsi. En dan hoor je dus dat ze dat blikje openmaken en inschenken. Dat hoor je zo hard in je oren dat ik daar echt van grubel. Ik vind dat zo'n naar geluid. Maar goed, hij was op een gegeven moment ook zijn autosleutels alweer kwijt. En het was allemaal gezeik. En nou, ik heb ervan genoten. Ik heb mijn artikel geschreven. Toen ben ik weer de bridge gaan kijken. En daarna ging ik kijken naar... Er komt een appje binnen. Hart tegen hart. Ik dacht alleen dat ik de laatste aflevering had. Maar dat was dus niet. Oh, kijk. Het is mijn oom. Die stuurt een foto van mijn oma. Die is naar de kapper geweest. Dus hij zegt, oma is weer lekker bij de kapper geweest. Dus ik stuur dat. Ik reageer daar even op. Dus ja. Maar goed, ik ga zo eventjes aan de gang. Ik zet jullie er dit keer bij de gang eventjes bij. Ik ga even de kattenbakken doen, de gang en de douche. En ik ga eventjes geen wasje aan zetten. Doe ik van de week dan eventjes. Nu even geen zin in. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan zet ik jullie er dus bij de gang eventjes bij. Dus ja, tijd om eventjes wat te gaan doen. Ik ben lekker klaar met alles. Ik was er om 3:30 klaar. Toen heb ik nog even lekker een spelletje gespeeld. En toen heb ik de katten net eten gegeven. Ik heb nu heel veel bakjes in de afwas. Want ik heb hun ook schone bakjes gegeven voor het harde voer. En normaal was ik ze dan altijd af. En dan krijgen ze gewoon weer dezelfde. Maar ik heb nu even andere neergezet. En dat bakje wat ik dus eerst had voor hun water, dat heb ik dus niet meer gepakt. Want het heeft niet geholpen met die azijn. Die aanslag is net zo hard weer teruggekomen. Dus ik heb ze nu andere bakjes gegeven. Dus dan heb ik even iets meer afwas. Alleen ik zit erover te denken om voor hun een waterfontein te kopen. Nou vroeg ik me af, hebben jullie misschien daar ervaring mee? Ik weet dat een aantal van jullie ook katten heeft. Maar ik was wel benieuwd of jullie er ervaring mee hadden. En of jullie er meer over konden vertellen. Ik vlog even verder met mijn telefoon, want mijn camera is leeg. Soms hoor ik namelijk ook dat katten bang zijn voor een waterfontein. En dat is natuurlijk per kat verschillend. Dat is iets wat je uit moet proberen. Maar ik ben er gewoon nog niet zo in thuis. Dus mocht je daar tips voor hebben, zou ik het graag horen. Want ja, ik ben er toch wel heel geïnteresseerd in. Maar ja, de douche is ook gewoon lekker klaar, dus dat is fijn. Ik hoop dat het een beetje goed is overgekomen in de gang. Het is altijd iets lastiger filmen, maar ik denk, nou, dan hebben we een keer wat anders. Ik ga zo even lekker relaxen.
Ik kreeg net al een melding dat het vaccin Janssen ook al trombose bevat. Dus het gaat niet echt goed met de vaccins wat dat betreft. Maar goed, we gaan het om 7 uur weer horen. Ik ga wel weer kijken. Ik ben wel benieuwd wat ze te vertellen hebben. Het zal niet heel spectaculair zijn. Maar nou ja, ik ga toch wel kijken. Ik ga straks lekker douchen. Dan ga ik koken. Dan even de persconferentie kijken. En dan heb ik vanavond goede tijden en weer verslaafd. Vind ik wel weer interessant. Ga ik weer even Bo en Flor in het dorp kijken. En dan wil ik even uitstel van executie afkijken. Hart van Nederland komt laat vanavond door het voetbal. Ik ga de vlog afmaken. En ik ga ook eventjes mijn foto's bewerken. Ik hoop dat het allemaal afkomt. Maar daar moet ik even naar kijken. En dan ga ik weer verder met de bridge. En dus toch met hart tegen hart. Dus ja, ik heb nog 2 afleveringen. Maar dat zei ik begin van de vlog al. Dus nou ja. Ik ben een beetje in de vergiftmodus. Ik denk elke keer, oh, een serie heeft maar 10 afleveringen. Maar dat moet je helemaal niet denken, want dat is niet altijd zo. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal en zou je het leuk vinden om op de hoogte te blijven van mijn video's, kun je gratis abonneren. Door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op de rode button op mijn kanaal. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je ook een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij je volgende video weer te zien. Doeg!